Welkom bij het ADO Journaal. Welkom bij het ADO Journaal. Ja, we hebben weer een nieuw goed doel is het eigenlijk. Zo moet je het zien. Daar zitten we met de belangrijke meneer zitten we naast ons. We zitten in de dugout. Dit is volgens mij de dugout van de officials. En dat zijn wij nu dus. Ja, meneer, get on, hè. Ik heb hier een duimring. Ja. U hebt er zelfs twee. Ik heb er twee. Een teken dat je natuurlijk wat te zeggen hebt. Ja, absoluut. Wat heeft u te vertellen? Wat heb ik te vertellen? 15 april 2012, hier voor de deur. Kyocera Stadion. Gaan we een poging wagen met de Guinness Book of Record om het grootste menselijke logo aller tijden wereldwijd te gaan realiseren. Met 35.000 man. En eigenlijk, wat we eigenlijk hierna aan het doen zijn, is eigenlijk het eenheidsgevoel creëren in stad Den Haag. Dat we massaal 15 april met z'n allen een haas onder onsje gaan krijgen. Dat we hier het record halen. In Den Haag binnenhalen en een lange neus trekken naar Portugal, waar nou momenteel het record staat met 34.309. 15 april, wat is dat voor een dag? Dat is een bijzondere dag. 15 april valt op een zondag. Dat is ook het moment dat onze jongens uitspelen tegen Vitesse. Het zal natuurlijk een bijzondere dag zijn als we die gasten daar kloppen in Vitesse. Ja, hè? Ja, ja. Dat ze met de winst naar ons toe terugkomen. Dan heb ik een hele mooie platform, een fit podium voor al die jongens om daar heerlijk van de dag te kunnen genieten. Ja. Bijzonder aan die dag, buiten dat natuurlijk een poging wordt gewaagd tegen geweld. Kiezen voor de liefde, want dat draagt de stichting als fundament. Dat gaat gebeuren tussen 10 en 2 uur. Het realiseren van het Human logo tegen geweld. Het logo van Stichting de Haasaf. Het handje die zegt stop. Ja. En het vuistje die eigenlijk zegt van eenheid. En het vuistje natuurlijk ook geweld aanduidt. Maar dat we met z'n allen eenheidsgevoel, het unity gevoel, dit kunnen gaan realiseren met z'n allen. En als dit achter de rug is, na 2 uur, een bijzondere, mooi productie staan. Het starten met Gladys Grace, Jeroen van der Boom, L.E. de Voices en René Vroger. Allemaal grote namen. Allemaal grote namen. En de avond wordt afgesloten door de DJ's van de stichting. De Dutch Passion House Foundation, die een prachtset gaan neerzetten voor Stad Den Haag. En, waarom is zoiets eigenlijk nodig? Want vroeger werden we allemaal, jij op in de tram en voor ouderen en noem maar wat. Heb het een beetje met normen en waarden ook te maken? Ja, je slaat de spijker op zijn kop. Eigenlijk is het, dat profileer ik wel heel vaak als stichtingsvoorzitter van DASAF. Het is niet iets nieuws wat we met z'n allen moeten gaan realiseren. Eigenlijk dat stukje oud moet weer terugkomen. Ja. Respect voor elkaar, het opstaan in de tram van de oude iemand. Ja. Iemand durven aan te spreken. Op zijn gedrag. Op zijn gedrag. Ja. Of, het klinkt heel raar, als er een tramchauffeur in elkaar geslagen wordt, dan is het natuurlijk heel fijn dat je gewoon 112 belt. Ja. Of tegenwoordig zijn mensen enorm bang om iemand aan te spreken. Omdat ze dan, ja, maar de wereld is ook harder geworden. Het is harder geworden, ja, absoluut. Want als jij tegen iemand zegt van joh, zou je dat nou wel doen, dan heb je ook een stuit op je hoofd te pakken. Ja, ja, of ja, ze prikken je lek. Ja, precies. Kijk, dat komt natuurlijk ergens vandaan van mijn persoon. Ik bedoel, je bent niet zomaar een stichting begonnen tegen geweld. Niet dat ik gewelddadig was, maar je hebt natuurlijk heel veel dingen in je leven meegemaakt door te weten dat het niet zo hoort. Ja, precies. Ja, als het puur naar mezelf kijkt, ik zit hier nou op een bankje bij ADO Den Haag. Ik heb heel mijn leven bij ADO gevoetbald als jeugd. Bij mij stoorde een stukje mentaliteit gedrag aan. Hè? Mijn mentaliteit was niet optimaal en daarom heb ik ook betaald voetbal waarschijnlijk niet gered. Maar als ik daar zo om me heen kijk, dan denk ik, er lopen zoveel talenten rond die op voetbalniveau uitstekend mee kunnen. Maar een stukje mentaliteitsgedrag en weten waar je staat en vooral te weten waar je heen wil gaan in het leven, dat ontbreekt er heel vaak bij onze jongeren. Absoluut. Dus dit is eigenlijk een manier om de boel weer wakker te schudden? Ja, in feite wel. En waar wij natuurlijk voor doen, Stichting Dance and Sport Against Violence, ondersteuning van heel veel nabestaanden in Nederland. Ja. Door ook het gedenkmonumentenproject uit te stallen. Okay. Hetzelfde gedenkmonument, hetzelfde logo wat we gaan uiten, 15 april. Ja. Die staat ook uniform bevonden als gedenkmonument voor gevallen slachtoffers. Okay. Ja. Nou is het, 10 februari geloof ik is het. En dit is in april. Waarom nu al bij ADO dan? Het liefst 4-5 maanden geleden al bij ADO. Het is nooit genoeg om het fenomeen geweld te profileren en mensen wakker te schudden, hoe jij dat zegt. Ja, ja. De keuze voor ADO was natuurlijk heel simpel geweest voor ons als bestuur van Stichting DASAF. Dit project hoort bij Den Haag. Ja. Project Residentstad, ja. Vredestad. Ik denk ook dat de gemeente dit
eigenlijk heel goed moet gaan ondersteunen. Ja, absoluut, ja. Absoluut, absoluut. ADO Den Haag die is de laatste jaren onwijs bezig. ADO in de maatschappij, Skills for School, Playing for Succes, noem maar op. Er zijn diverse. Ja. En nu dit er weer bij. Ja. Hoe belangrijk is het dat een club als ADO met jullie samen dit doet? Optimaal belangrijk. Optimaal belangrijk. De jongens die op het veld staan, die zijn eigenlijk de voorbeeldfuncties voor onze hedendaagse jeugd uit Den Haag. Jongens als Lex Immers, die zou het verschil kunnen maken door zich te uiten. Ja. Waar het hier om gaat, hè? Het fenomeen geweld, dat maken wij natuurlijk optimaal iedereen mee. Op het veld, in de tribunes, op je werk, in het verkeer. Maar het gaat erom, hoe gaan we ermee om met z'n allen? Het is natuurlijk zo gebeurd van slachtoffer naar dader. Hè? Zo ben je slachtoffer, ja, maar hoe jouw reactie kan zijn, dat kan zo zijn. Ik heb dat zelf aan de lijf ondervonden. Ik werd 2 keer geslagen, ik geef 1 tikje terug. En ik was 12.000 euro verder. Ja. Dat is ook één. Ja. Dat gebeurt heel vaak. Ja. Ik denk dat de gevangenissen in Nederland vol zitten. Met dat een soort situaties wat jij zo benoemt. Ja, absoluut. Nou, 35.000 man. Dat ken hier in een stadion 15.000 man. Dan hebben wij echt hebben we het goed gedaan als we hem vol hebben. Ja, ja. 35.000, zijn er 20.000 meer. Is dat te doen? Het is te doen. Reëel? Het is niet reëel om het in het stadion zelf te doen. Nee. Het logo die is 105 diameter. Aan het vullen, dus hij past zo en zo niet. Dat was wel de eerste gedachte van Stichting Dasov. In een stadion staan, want het record staat in Portugal met 34.309. Ja. En die hebben het wel in een stadion gedaan. Okay. Maar dat is gewoon vergunning technisch. In andere land is het, in ieder land is het heel anders. Ja, want is ook, gebeurt er wat, dan te veel mensen op een veld, exact. Kunnen niet snel genoeg weg. En we staan voor veiligheid. Ja. En het is de krom als je hier 35.000 man in gaat proppen. Het is ook niet haalbaar, nogmaals. Het logo is 105 diameter. We gaan het voor de deur doen van Kyocera Stadion. Starten bij P2. Daar wordt het logo uitgebeeld. Okay. Eigenlijk rondom het stadion is het evenemententerrein. Okay. Ja, absoluut. Ja. Nu zijn jullie hier met een aantal lieftallige dames. Ik heb gezien een heleboel van deze duimringen. Ja. Wat zo heet het? Een duimring? Het heet officieel is een DTG-duimring. Ja. DTG staat natuurlijk Dasov tegen geweld. Ja. Den Haag tegen geweld. Ja. Het evenement 15 april en alle acties die we doen is de dag tegen geweld. Ja, ja. En wat we eigenlijk vandaag gaan doen, om iedereen in Nederland kenbaar te maken, is het duim op tegen geweld. Okay. En dat zal dadelijk ook met de jongens een fotoshoot gaande zijn. Ook met de trainer Marie Stijn, die de stichting toch een warm hart toedragen. Om de statement neer te zetten vanuit de club ADO. Ik hoop dat de supporters niet razendsnel allemaal doorklikken, want er komt nog meer dus. Er komt nog meer jongens. En ik vind het ook heel mooi. De supporters kijken, heel veel kids kijken, hele gezinnen kijken hiernaar. Ja. Massaal. Net als de ADO Kids, die hebben natuurlijk een aparte code gekregen vanuit van ons uit Stichting Dasov van ADO Den Haag, dat ze gereduceerd een kaartje kunnen gaan pakken op de website ticketpoint.nl en uitermate ook bij dasov.org. Ja. Okay. Nou man. En jij bedankt. Je bent wel aanwezig, hè? Je gaat er ook in staan, toch? Uitwedstrijd heb je net over, dus ik ben er waarschijnlijk daarna pas. Ja. Nou, we kunnen toch gewoon een grote scherm plaatsen, met z'n allen hier gaan kijken. Ja. 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 Ja, maar dat is anders dan, maar dat zien we nog. Ja, ik mis er geen één namelijk, hè? Normaal dus. Kijk maar, we gaan even kijken hoe die spelers hun duimpje omhoog zetten. Top jongens. En allemaal komen, ja? Top. I feel my love coming down. Muziek, girl, I need 3 o'clock in the morning, baby. I feel my love coming down. And there's one thing that I want you to know, that I love you so, baby. Girl, you must believe me. When I tell you so, you're the girl for me, baby. Ain't gonna never let you go. And that's one thing I gotta tell you. I think I love you, girl.
Yeah, yes I do. Sometimes in the midnight hour, when I'm all alone and I think of you, girl, there are so many things, so many things that I want to say to you. And girl, you know it's true. One thing I gotta tell you, I think I love you. I think I need you so, baby. In a desperate situation, don't you hesitate to call.